Welkom terug. In deze video laat ik zien hoe je ons nieuwe meubelsetje in elkaar kan zetten en een keukentje kan maken. Je hebt hier alleen het meubelsetje voor nodig. Deze verf en het kwastje zitten erbij. Net zoals de gebruiksaanwijzing en dit stukje schuurpapier. Ik begin met het gasfornuisje. Je drukt de onderdelen zo uit elkaar en kan ze dan weer één voor één in elkaar klikken. In het begin is het even zoeken welke onderdelen bij elkaar horen, maar je zal merken dat je steeds behendiger daarin wordt. Ook moet je in het begin even voorzichtig de onderdelen in elkaar drukken, zodat de uiteindes niet afbreken. Mocht dat toch een keer gebeuren, dan kan je die er gemakkelijk weer aanlijmen. Ik verf het fornuisje vandaag blauw en bruin en gebruik een stukje papier met tegeltjesmotief van onze nieuwe knipvellen. Kijk, dan wordt het zo. Ik druk wat kraaltjes in de gaatjes als knopjes. En deze vier knopen plak ik bovenop, alsof het vier gaspitjes zijn. Zo, die is af. Hier zie je ook nog een ander voorbeeld, met een appeltaart in de oven. Oké, op naar de volgende. Nu maken we een klein kastje. Die is heel simpel en zo in elkaar gezet. Ik heb hem alvast even geverfd en plak nu twee kraaltjes aan de voorkant als deurknopjes. In het setje zitten ook nog deze bankjes en een tafel. Nu ga ik de kast in elkaar zetten. Die is iets lastiger dan de andere meubeltjes, omdat er zoveel plankjes en deurtjes bij elkaar zitten. Zo, die is af. Ik heb het kastje geverfd en er stukjes kant op geplakt om het wat gezelliger te maken. Als laatste maken we een wasbak. Zoek de juiste onderdelen bij elkaar en zet het wasbakje in elkaar.
Voorzichtig nog het kraantje erin zetten, die kan wat breekbaar zijn. Even verven en knopjes erop en dan is hij af. In de volgende video laat ik zien hoe ik het keukentje afmaak met al deze bordjes, pannetjes en andere kleine items. Bedankt voor het kijken en tot volgende week!